20ste Tap Takeover alweer in DW's. We hebben dit van de Baksbier uit Groningen. En zoals sommigen van jullie weten, we hebben het overgenomen van Paul, van de baas. En toen we het gingen overnemen, zei ik al van, als jullie het gaan doen, moeten jullie wel sowieso Baksbier uit Groningen vragen. Dus bij deze. Ja. Ja, dankjewel. Ik ben Bastiaan, de brouwer van Baks. We zijn hartstikke blij dat we hier mogen zijn en dat jullie met zoveel mensen hier zijn. Ik hoop dat jullie het lekker vinden. Baks is in 2014 begonnen door Sepp Jansen en Jeroen Baks. Daar komt de naam ook vandaan. De biertjes zijn eigenlijk allemaal heel erg een beetje speels. We brouwen niet verlegen binnen de lijntjes, plakken kruiden, vruchten, van alles. We doen eigenlijk een beetje wat we willen. Het eerste biertje, dat is de Blond van de Combine-reeks. Dat zijn onze vaste bieren. En toen in 2014 een biertje gemaakt werd en werd gegeven aan de vrienden van de jongens, van Jeroen en Jasper en Sepp. Zij één dol enthousiaste Groninger, Kominder, en andere mensen van het panel dachten, dat is een gekke reactie, Kominder, waar staat het op? Nou, in Groningen betekent Kominder, fantastisch, en als je een Groninger vraagt, wees mitsen, met je, zeg ze ja, Kominder. Dus ja, dat is een beetje het verhaal van de Kominder reeks. Ja, dat is het eigenlijk. Ik ben hier samen met Melissa, mijn vriendinnetje. Als jullie vragen hebben, iets willen zeggen, opmerkingen hebben, kom gerust naar ons toe. We vertellen graag alles over bier en over Baks en over wat dan ook. Ik zeg jongens, proost! Yeah.